verslag deed als verslaggever van Radio West. En dan hadden wij het gouden trio, dat was ikzelf, Hans Dijkstal en Michel Varenkamp. En wat we dan deden, dat was dat ik was dan de vliegende reporter. En ik haalde zo'n jazzartiest, haalde ik dan van het podium af. Want zij heeft de minister van Binnenlandse Zaken wil met u praten. In het buitenland deed het dat heel erg goed. Zeker toen Hans zelfs vicepremier werd, nou dan had je ze zo te pakken. En dan gingen ze bij Hans in het radioprogramma. En Michel stond al klaar voor een jam sessie. Nou, dat waren gouden tijden, waren dat. Prachtig. En wat is het toch mooi dat die tijden weer gaan herleven hier. En vandaag is daar de aftrap van. En de organisatie vroeg mij om dit te presenteren. Omdat ze een stukje in de krant lazen wat ik had geschreven over het Jazz in the Hick Festival. En ik refereerde aan het verleden met Hans Dijkstal. Maar ik zal het nog even uit citeren. Want u weet, de North Sea Jazz, natuurlijk, daar werden grootse daden verricht. Maar het roemruchte festival werd overgenomen door een andere organisator. En omwille van de winstcijfers verdween het North Sea Jazz richting een sportpaleis. Een sportpaleis in Rotjeknor. Daar vegeteert het festival nu al enige jaren. Maar de wortels liggen natuurlijk hier in Den Haag. En het leek er even op dat de jazzmuziek voorgoed verdwenen was. Maar AT Events kwam natuurlijk op de proppen met een fantastisch idee voor een festival. En nu dus weer in het World Forum met een nieuwe naam, Jazz in de Heek. En dat is mooi, want jazz hoort bij Den Haag, zoals de Hofvijver hoort bij het Binnenhof. Natuurlijk ook in het World Forum, een gebouw waarvan iedere betonmolecuul doordrenkt is van jazzklanken. Waar miljarden meer muzieknoten zijn gespeeld dan in ieder ander Nederlands gebouw ooit.